Zo, het is 10 uur maas. Het is 26 graden en ik ben in Italië. Waar krijgt u als eerste nachtje? Je slept in een Airbnb vlak bij de luchthaven in Bari. We beginnen deze week een hartstikke leuke dingen hier in Italië dan. Ik ben op paard met Maurice. Nou, de laatste dingen even pakken. En hier gaat nou eerst deze steeg uit in, maar de auto. Dat is de eerste uitdaging van deze dag. Nou, nou mag ik keer nog op een morgen steeg zo. Dan draai ik jou aan. Wel dicht op beurtje nu, hè? Dan moet ik jou even helpen zo, want die weg is druk. Ja, dat is wel handig, hè? Voordat ik blind die weg oprijd. Ik kan het verkeer even doen. Top. Ja, go. Dat is een trein. Nou, dat weer een makkie, want daar zitten we nog meest doorheen. Dat weer vrij drukke dicht. Maar dat daar krijgt een trein komt er voorbij. Dus slagboompjes in, nou krijgt weer omheen. Dus we kunnen nou gingen. We zijn bijna aangekomen in Matera. Dat is de culturele hoofdstad van Europa. In je van de twee. Plovdiv is de horen volgens mij. En we beginnen bij de Sassi-Shen. En dat zijn een soort van grotwoningen. Er waren dus vroeger echt hele grote meisjes die wenden daar in die wenningen. Er waren hartstikke hele eerlijke meisjes. Dat schijnt nogal heel indrukwekkend te wijzen. Het ziet er ook heel idyllisch uit. Hier achter me, fantastisch. Het is echt heel mooi. En die stad is eigenlijk verdeeld in twee gedeelten. Dan was gewoon een normale stad. En dan was dus die grotwoningen die hier op een berg gebouwd binnen. Waar dus vroeger een hele protomeisje wen. Het is toen heel lang vertut eerst. En toen is er niks mee gebeurd. En nou is het eigenlijk een attractie voor toeristen. Dus in zo'n grotwoning. Het is heel interessant om te zien. Hoe haast hier, weet ik veel, die mensen die slapen neer. Het is heel erg grut. Haast hier ik nog iets van een keukentje. De mensen wonen dus in een soort flatgebouw op de heuvel. Dus haast hier bijvoorbeeld ik nog een glazen ding naar beneden. Dan kist dus naar beneden zien. En daar wonen dan bijvoorbeeld ik van mensen. Nou, dit is dan een mooi chillplakje voor de jeugd, zo zeggen. Ik weet het ik al eerder. Of niet, Maurice? Wat is dat voor plek? Ik denk dat dit iets van opslag was, de bovenstand. Nee. Kan alleen kruiken. Ja. Je kan je auto net onttippen, ja. Dat kan ik zeker. Zeker sissen, maar ze zien hoe mooi dit is hier. Hey, Maurice, zullen we ook nog een hapje eten ergens of niet? Wat is de bedoeling? Ja, dat is op zich al. Even kijken. Het is 2 uur. We rennen hier nog even terug het normale centrum van de Matera. Gastvrij Matera. En hier, het is best wel een gebouwput. Zo ben ik bezig met het dieken hier. Ja, als dat vergelijk is met Ljout, dan is Ljout, had zolang ik Ljout ken, een bouwput west. Maar tijdens de culturele haatstijd, toen had dat toch even hier helemaal perfect west. Gastvrij ben ze hier wel, want ze overal waar we komen, daar sluiten ze de loeken voor ons. De stad zelf, als ze vieren we dat nou een beetje pensioen hadden, had net zijn hele volle allure. We hadden in ieder geval toch even pensioen, vond je het nou een leuk filmpje, dan even een tom, kom heeg of abonneer die op het kanaal. En let er weer meer vanuit Italië.